eet graag kaas. Ja, ja. Het is blijkbaar bij kaas. Dus maar dat kaas. Is ook na een diner, ja, stukje kaas. Voilà. Maar wilt u nu dat ik zou zeggen, want ik weet dat jij graag kaas eet, dat ik u elke keer vandaag en morgen zeg, Rani, een stukje kaas. Rani, stukje kaas. Rani, een stukje kaas. Ja, zeg, dat zijn geen muizen. Waarschijnlijk. En wat gaat er gebeuren? Als ik u dan vraag, waar heb je een keer goesting in vandaag? Zeker geen kaas. Zeker geen kaas. En als je nu die kaas gaat vervangen met seks, dan kom je erop uit. Als je de hele tijd vraagt, dan zeg je, ja, dan heb je daar echt geen goesting in. Ja. Dus door met een beetje te stoppen met dat kaasje, of te stoppen met seks in dit geval, ja. Ja, dan ga je wel het idee krijgen, je gaat plots beginnen, zeg, ze zijn alleen maar een kaas goed. Nee. Dan kreeg het omgekeerd. Dus de man zo, hè, geen seks hebben, dan heb ik toch een heel arsenaal. Dus alles in je penetratie zit erop te houden, alles wat je wil, dat niet. En dan zou er wel eens van komen dat je daar heel veel verlangen gaat hebben en er een hele nieuwe wereld voor jullie open gaat als jullie terug mogen. Mag ik dat kaasje dan een druifje van je? Dat mag ik, ja, of dat helpt. Ja, zeg, maar dus op vlak van seksualiteit kan die afstand wel helpen, zeg je? Maar dat je afstand soms ook aan voelen of doen van seksualiteit? Ik denk afstand kan, hè, met dat verlangen kan eigenlijk wel helpen in het algemeen. Ook het hoeft niet alleen over seksualiteit te gaan. We zien door dat mensen vandaag de dag met corona eigenlijk veel meer samenzitten, dat daar ook veel minder verlangen is. Ze zijn een partner eigenlijk al een beetje nu. Ja. Ze zijn ook op de hoogte van alles. Ik heb meetings dat nog kunnen volgen van je partner. Ja. Zij moet zelf niet vertellen of dat goed gegaan is. Gehoord het gewoon. En daarin voelen we wel dat mensen vandaag veel meer.